Standing. Ja, ik weet het, het is maandag. Soms is het dan een beetje moeilijk, want ja, je hebt je weekend gehad, je moet terug in die werksfeer komen. Maar dan zie je collega's weer, je kan weer lachen, een beetje babbelen over het weekend. Dat is allemaal heel erg belangrijk. En deze week is ook een speciale week, want het is de week van het werkgeluk. Die is aan zijn derde editie al toe en die gaat dus vandaag van start. En ik heb iemand aan de lijn daarover, Kim. En Kim is officieel Chief Happiness. Daar wil ik alles over meten. Oh, goedemorgen, leuk. Dag Kim. Goedemorgen, Jarne en Julie. Dag Kim, zeg amai, Chief of Happiness, dat klinkt super tof. Vertel eens meer, wat doe je juist? Dus in bij Triangle ben ik Chief Happiness en wij ondersteunen bedrijven bij het implementeren van werkgeluk in hun werk. En wij zijn de initiatiefnemers van de Week van het Werkgeluk en wij zijn helemaal opgewonden omdat het de derde editie al is om werkgeluk de normaalste zaak van de wereld te maken. Maar ik vind dat heel mooi. Ja, maar als er een speciale week voor moet georganiseerd worden, wil dat dan zeggen dat mensen niet altijd beseffen hoe gelukkig ze zijn op het werk? Oh ja, enerzijds beseffen ze niet hoe gelukkig ze zijn. Anderzijds zijn er heel veel bedrijven die nog niet helemaal beseffen hoe belangrijk het is dat de mensen die er werken gelukkig zijn. Dus het heeft een beetje de twee kanten. Je kan het voor jezelf doen en je kan het ook voor de organisatie doen. Ja, en wat staat er allemaal te gebeuren deze week? Oh, heel wat, hè. Vandaag starten we op de radio, heel plezant. Oké, ja, leuk. Heel de week lang zijn er activiteiten, zijn er podcasts die gelanceerd worden, er zijn webinars, er zijn best practices, hè. Er zijn bedrijven die vertellen hoe zij het doen om anderen te inspireren. Op vrijdag is er een online inspiration event en als ik het goed begrepen heb, dan gaan jullie daar ook nog een ticket voor weggeven. Ja, ja, dat is allemaal nog een beetje geheim, maar dat komt allemaal goed. Tuurlijk, elke dag gewoon naar Energy luisteren en dan komt dat allemaal goed. Voilà. En voor de rest kan iedereen zijn eigen steentje bijdragen. Moeten wij niet alles organiseren voor de mensen. Want werkgeluk is iets wat je zelf doet en waar je aan meewerkt. En kunnen mensen het manifest ondertekenen voor meer werkgeluk. Kunnen ze hun collega's een complimentje geven en ervoor zorgen dat het een toffe week wordt. Ja, dat wilde ik net eigenlijk aan jou vragen. Mensen die nu pas te weten komen dat het week van het werkgeluk is. Hoe kunnen ze dat vieren vandaag? Bijvoorbeeld, wat moeten ze zeggen tegen hun collega's of zo? Ha, ik denk dat je vandaag gewoon eens eerst moet vragen hoe het met hen gaat. Maar echt met hen gaat. Ja. En niet ça va, ça va en go. Nee, hoe gaat het met jou vandaag? En daar eens naar luisteren en daar dan eventueel iets mee doen. En een tweede tip die ik zou kunnen geven is, als een collega iets heel tof doet of gewoon goed bezig is, vertel die dat. Ja. En wacht niet tot het einde van de week of tot het einde van het jaar om dat te vertellen. Vertel dat gewoon elke dag opnieuw, hoe tof dat mensen zijn, hoe goed zeker. Dat zijn. Ik snap dat, gewoon die bevestiging krijgen, dat is super belangrijk. Voor absoluut. Jonge mensen zeker, voor oudere mensen denk ik ook, vraag het me over 20 jaar nog eens, ik weet dat je wel te zeggen. Maar inderdaad, die bevestiging is super leuk. Ah, wel, dankjewel Kim dat we je even hebben mogen bellen. Dankjewel, voilà. En elke dag rond 10:15 gaan wij zo even een werkgeluk momentje maken. Wat denk je? Ik vind dat een heel goed plan. En ik kijk alvast uit naar alle toffe dingen die jullie gaan delen. Ik ook hoor, absoluut. Tot ziens, hè. Dag.